Goedemorgen bij de nieuwe Lovefest. Ik word hier live vandaag, vrijdagochtend. Nog een klusje deze week. Gaat een nieuwe filterdeksel van 6 meter bij 2 meter op een bestaande filterput. Hydraulische filterput, daar is een deksel helemaal kapot. Mensen hebben het huis en de vijver overgenomen. Onlangs heb ik een nieuw UV-lampje opgezet. Nu komt er vandaag ook nog een extra nieuwe pomp op. Morgen ga ik eerst pomp plaatsen en de oude deksel slopen. En dan vanmiddag de polycarbonaat hebben we laten maken, de opmaken. En dan einde van de dag wordt het weer bevestigd aan de hydraulische systeem, zeg maar. Dat het deksel weer automatisch open kan. Dus dat gaan we vandaag eens even laten zien. Nou, dit is de bestaande deksel. Helemaal vrot. Dus dit gedeelte moet helemaal vernieuwd worden. En dan gaan we maar eens even een beginnetje mee maken. Met sloopwerk. Nou, dit is het geheel wat we dus moeten gaan slopen. Je ziet hoe verrot het allemaal is. Het filterdeksel is er helemaal af. Ik kan daar achter een nieuwe pomp in. En dan met de deksel beginnen. Nou, daar wordt een nieuwe pomp. Die oude gaat er tussenuit. Die UV gaat er daar ook tussenuit. Er zit al een nieuwe dompel UV tussen. Dus nou even dit allemaal ertussen uitslepen. En dan kan ik straks met de deksel beginnen. En, maar als ik niet snel reageer op appjes of telefoontjes, dat komt ook omdat ik soms overdag probeer werk klaar te maken. Dus mijn excuses daarvoor. Maar bij deze, dit moet er ook gewoon in. Zo, de nieuwe pomp zit erin. En het andere is er allemaal af. Een hamer even zoeken. Een goed, nieuwe DMS. Een facetje gemaakt op de oude leiding. De trafo voor de dompel UV hangt netjes. En nu beginnen met de deksel. De deksel is polycarbonaat. Op maat gemaakt in een anthraciet aluminium profiel. En die gaan we nu op elkaar zetten. Zo, oude hout is er inmiddels af. Nieuwe balken zitten erop. Dus nu kunnen we deze terug erop gaan maken. Zo, de deksel ligt erop. Nou, we gaan hier een klemmen aan de onderkant vastmaken. Zo, nou dat zit er helemaal in. Nieuwe balk. Alles zit erop. Nou kijken of het zo werkt. Dus nu doe je hier buiten. En onder het dekseltje is het behoorlijk warm. Maar goed, dus weer een keer een ander klusje als standaard. Filters aanpassen of even wel een deksel maken, super kan leuk om te doen. Polycarbonaat, geanalyseerd aluminium in kleur. De filters dus ziet er hartstikke mooi uit. Mooi hè, als dat past. Thank you.
hoe noem je dat? Gebeetst is.